Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Zaterdagochtend en ik ben onderweg naar de sportschool. Ik ga weer een klasje doen met Isa, dezelfde die ik vorige week had gedaan. En ja, we gaan vooral hopen dat het beter ging als vorige week. Let's go! Wauw, joh, ik heb net een heel stuk zitten vertellen en ik had gewoon niet op het knopje goed geduwd. Maar waar het op neerkwam, ik heb vlechtjes gemaakt. Mooie vlechtjes gemaakt. Want vanavond is feest van mama en Rama. En dan heb ik dus al met natte haren gevlochten. Dus dan heb ik mooi van die wavy krullen. Ik ben terug van de sportschool, by the way, gedoucht. Dit dus helemaal gedaan en het kostte heel veel werk. En nu heb ik een extra arm workout gedaan, want het was best wel zwaar. Ja. We zijn ons klaar aan het maken. Maar Joep gaat niet met mij mee. Ik ga naar mama en Rama toe. Ciao. Doei. Doei. Ik ga naar mama en Rama toe. Voor het feestje voor te bereiden. Woehoe. Nou jongens, we zijn er. Deze hele toko is gewoon verbouwd. What the fuck. Kijk, hier staat gewoon random twee tafels. You know. Because it can. Die tafel stond eerst daar. We zijn hier nu dus stuk... vloer aan het leggen. Voor, ja, als mensen gaan stukken leggen, zit het ook op de grond. Want we willen natuurlijk niet de houten vloer naar de knoppen brengen. Oh, en kijk die tent even. Hey, Ramakke! Hey, van de cupcake. Dat is een hele goede cupcake, hè? Een cupcake smaakt in de oven. Oh, leuk. Dat past. Die gaan niet in de oven. Wat heb je van oven? Dat is een industriële. Ze hebben een hele goede oven. Een hele goede. Echt? En dan kunnen we een hele goede cupcake in. Wauw, joh. Je ziet een ganse goede cupcake. Je moet er in plakken snijden. Ja. Oh. Rasmeisjes op, hè? Oh, ja, rasmeisjes van oren. Ja. Kijk nou, jongens. Een party tent. Leuke statisch, oh leuk kaarsje. Hier komt ook nog zo'n bochelnootje en zo heater. Jongens! Ah, ik ben Sieg van Daily Fresh Food. Oh, toevallig. Ik wil het ook zelf. En kijk nu eens even. Aan alcohol komen we niet te kort. Oh mijn god. Nou, die twee pakken wel uit hoor. Mijn gunst is... Oh, kijk nou, nog zo'n koelkast. Oh, dit is alsof ze in de frituur is. In de frituur heb je ook altijd zo'n koelkast. Dat is een beetje overdreven nu van nu, hè? Ja. Kijk, en hier zijn we nou gewoon buiten. In de heerlijke tuin. De zon schijnt en hier kan je dus genieten van de zon. Want in Tilburg heb ik geen zon in mijn tuin. En deze tuin is gewoon zo lang. Oh, een vlinder. Kijk nou. Oh, die is heel mooi. Hey. Here we are, jongens. Ik heb make-up opgedaan. Oh, ik heb ook om mijn ogen. Ik weet niet wat ik ervan vind, maar dat ga ik zien als ik dus mijn mooie vlechtjes eruit haal. En ik vind het heel spannend. Ik ben echt benieuwd hoe dit is geworden. Of dit nou het effect heeft, of ik wel wat het heeft. Krijgt. Oh, Jezus. Oh! Oh, nee. Oh, wat oh, nee. Oh, wat moet ik nooit doen? Nog maken. Oh, wat als ik niks vind? Oeps. Oké. Nou jongens, ik heb het een beetje weten te fixen. Ik ga even hier staan hoor. Ik heb het dus nu weer opnieuw gesteld. Maar dat moet eigenlijk nog een keer, want het is natuurlijk niet helemaal goed gegaan. Dit vind ik toch wel veel beter. Dat was echt zo hard mislukt. Oh, dat is wel zo typisch. Ja, wat kan je doen? We gaan zo eten. Het staat hier al een beetje klaar allemaal. Kijk, de chef-kok is ook gearriveerd op de partij. Gaat u koken voor ons vanavond, meneer? Wat heeft u op het menu staan? Helemaal zelfgemaakt goulash. Nooit. Wow, echt waar? Wel met hulp van Daily Fresh. Oh, met hulp. Oké. Dus een beetje van jezelf en een beetje van Daily Fresh Food. Nice. En gehaktballetjes in tomatensaus. Oh, dat is mijn fave. Wat ga jij kiezen? Wat ga jij eten? Goulash. Want dit vind ik echt naar tomatensaus.
Ja, jij hebt het daar niet zo meer. Ik ben hier echt fan van. Ik kan het echt elke week eten. Ja, dat is ook omdat wij dat al door onze keel kregen. Toen was je nog twee. Ja, dit was echt gewoon. Dit waren mijn fruithapjes. Was gehaktballetjes en tomatensaus. Oké, jongens. Wow, dit licht is heel kut. Maar ik heb nog wat voor mezelf weten te maken. Ik ga het even laten zien wat ik aandoe. Ik heb het al aan. Tada! Kijk, dit leuke rokje is in een split. Maar het zorgt dus niet. Kijk, je ziet niet, geen onderbroek. Het is gewoon netjes. Schoenen, topje. Kijk even de topje aan de achterkant. You know, we went for a rugdecolleté. Ja, een neef van me aan Charlotte. Ik krijg een beetje een déjà vu naar het feit dat ik goed uur heb aangetrokken. Zo is wel, ja. Maar ja, uw feestje corona is natuurlijk uitgesteld, hè. Maar gaat ze gaat van, en zeker hier, hè. Als je het kind feesten, dan doen we het. Dus op het moment dat het koos had, Charlotte, ze gaat ze gaat wat doen ze? En ik Charlotte zag al, hier is de tent en daar moeten ze roken. En daar is eigenlijk de dans voor. Dus ik verzoek je nog allemaal dadelijk dan het uitje komt. Want degene wat Charlotte kende, Charlotte heel af en een dansje. Ik zou zeggen, knal de kurken en laten we dadelijk lekker gaan dansen. En misschien is het leuk om even te zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria, in de gloria. Jongens, good evening. Ik moet zacht praten, want Bart slaapt. Maar het was zo'n gezellig feestje. Wij zijn nu thuis. We zouden eerst met mama en Ramon gaan slapen. Maar het feestje was nog gaande en wij waren al moe. Dus we dachten, ja, we willen gewoon naar bed. En in zo'n situatie, als er een feest is, kan je gewoon echt niet slapen. Dus we dachten, nou, is het misschien toch maar slim om gewoon lekker naar huis te gaan. Dus we zijn met mijn vader mee naar huis kunnen rijden. Mega chill, anders hadden we moeten lopen. Dus dat was ook ideaal. Maar het is nu tijd om te gaan slapen. Oh, ik had zo'n pijn aan mijn voeten wel van die hakken. Die laarsjes. Jongens, jongens. Dat vind ik altijd zo leuk op het begin. Maar op een gegeven moment als je zoveel aan het dansen bent en zo. Nope. Dat wordt op een gegeven moment een beetje too much. Maar ik heb echt een hele leuke avond gehad. We hebben echt zo leuk gedanst. En we hebben allemaal mensen gezien die ik al heel lang niet meer had gezien. Dus dat is gewoon echt amazing. Ik was ook heel blij met mijn outfitje. Dit blouseje. Ja, ik zit nu op bed. Maar dit blouseje, I love it. En die laarsjes ook. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker. En goodbye. Ik